Aan deze beelden zijn we helaas gewend geraakt. Maar stel, je woont naast of boven een geldautomaat. Hoe vaak denk je dan, wanneer is mijn automaat aan de beurt? En dat heb ik wel gedacht, dat ik denk, oh, het is hier nooit gebeurd. Zouden ze nooit eens op die gedachte kunnen komen? En ik vind het hier wel een buurt daarvoor. Snap je? Hoewel er zoveel winkels zijn en vaak mensen op straat lopen, zal het niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar 's nachts, als het heel stil is, dan ga je er wel aan. Ja, als je echt toch wel hoort dat er elders een plofkraak gebeurd is, dan ga je toch wel een beetje nadenken van ja, hopen dat het niet niet gebeurt dan. Kees hier aan de Westerstraat en Claudia die woont in de Sumatrastraat in Oost zijn natuurlijk niet de enige. Verspreid over de hele stad sprak ik 20 bewoners en op een enkeling na hebben ze één ding gemeen. Wonen boven een geldautomaat vinden ze beangstigend. Slapeloze nachten, willen verhuizen of zelfs pillen slikken tegen de angst. Maar de vernietiging is vaak groot. En dan denk ik, ja, straks moet ik van deze prachtige woning af waar ik erg blij mee ben. Dus, ik moet je zeggen, daar zit ik niet op te wachten. Het gebeurt toch wel. Dus vind ik toch wel een beetje, ja, toch wel gevaarlijk. Wat schiet er dan door uw hoofd? Nou ja, toch dat je huis opgeblazen wordt of gewonden vallen, dergelijke. Begin oktober werd er een plofkraak gepleegd op een automaat aan de Maastraat in de Rivierenbuurt. Hierbij raakten 14 woningen beschadigd, waarvan er zelfs één onbewoonbaar werd verklaard. Hiermee staat de teller op 2. In 2019 waren het nog 95 plofkraken. Het lage aantal komt door de vele maatregelen die zijn getroffen in de tijd dat er bijna wekelijks een plofkraak plaatsvond. Maar er zit een keerzijde aan die maatregelen. Volgens criminoloog Jasper van der Kemp is de impact van de plofkraak alleen maar groter geworden. Alleen wat je wel ziet als gevolg van die maatregelen is dat de pogingen die gedaan worden met zware explosieven gedaan worden. Waarmee de knal, meestal een explosie, echt groot is. En daarmee dus de effecten in termen van de schade en de risico's die er zijn ook daarmate groter zijn geworden. Geldautomaatbedrijf Geldmaat laat in een reactie weten extra veiligheidseisen te stellen aan automaten die onder woningen zijn geplaatst. Dusdanig dat ze de impact van een plofkraak zouden moeten kunnen weerstaan. Ook zijn automaten in de nacht buiten gebruik en bij een plofkraakpoging wordt het geld waardeloos. Daarom vindt het bedrijf een geldautomaat onder een woning nog wel verantwoord. Is het nog van deze tijd dat die automaten zo onder woningen zitten? Eigenlijk niet. Dat vind ik eigenlijk heel een foute beslissing. Want als je ziet wat er gebeurt, maar er wordt verder niks aan gedaan. Het gaat gewoon weer verder, het gebeurt ergens. En dat is het dan. Is het stiekem ook wel fijn, zo'n pinautomaat? Ja, dichtbij? Aan de ene kant is het, ja, dichtbij is het wel fijn. Ja, aan de ene kant wel, maar ja, voor de veiligheid is het toch anders. Denkt u wel eens na over de gedachten die de criminelen hebben, die het doen? Denkt u dat die oog hebben voor iemand als u? Nou, totaal niet, heb ik de indruk. Het gaat alleen om de centen. En dat is het al. En dan zitten ze niet op Kees Berk te wachten, die daar eerlijk ligt te snurken, zo s'nachts. Nee, toch?